Leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe en vooral coole Nickelodeon quiz. We gaan het namelijk hebben over Nickelodeon's coolste momenten. Ja, echt cool. Nou, gelukkig heb ik mijn warme trui aan. Pak jij vooral even een dekentje erbij, warme chocolademelk en natuurlijk je pen en papier om de letters op te schrijven van je juiste antwoorden, want dan vind je het verborgen woord. Oeh, en vergeet natuurlijk ook niet even een duimpje omhoog te doen, belletje aan te zetten en te abonneren op dit kanaal. En dan gaan we beginnen. Vraag 1. Leuk nieuws voor bijna iedereen in huizen Harry. Er is een hevige sneeuwval en daarom krijgen de kinderen sneeuwvrij van school. Alleen studiebol Lisa die is niet zo blij, want die gaat veel liever naar school. Nou, haar broers en zussen die willen juist genieten van het winterse weer en organiseren allemaal verschillende sneeuwactiviteiten. Kijk maar eens mee. Betsy Kletter hier. Ik pak het weerbericht zelf op. Ik rol mijn mouw op en ga ervoor. Trek de sneeuwschoenen maar aan, mensen, want er is kans dat we 60 centimeter krijgen van de huidschilfers van moeder natuur. Oh, dat had ik niet moeten zeggen. De volgende scholen zullen morgen gesloten blijven. Royal Woods. Beaverton, Hazeltuckie, Huntington Oats en dat was het. Haha, grapje. En natuurlijk Royal Woods! Sneeuwvrij! Laatste nieuws. Er zal geen sneeuwvrij worden gegeven. Als ik mijn supersterke zout op de wegen heb gestrooid, zullen we zonder problemen de school bereiken. Waarom wil je onze vrije dag verpesten? Voor elke schooldag die je mist, gaat je hersenfunctionaliteit er ongeveer 0,0006% op achteruit. Maar Lisa, sneeuwvrij is F-E-I-N. Fijn! En bij deze mijn bewijs. Ja, en zelfs Lisa begint te genieten van de sneeuwpret. Door welke activiteit komt dit? Is dat door een sneeuwballengevecht? Sleeën van een berg of schaatsen op een meer? Ja. Weet jij het? We gaan snel kijken naar het juiste antwoord. Mijn besluit is definitief. Jullie kunnen me niet ompraten. Oké, wie deed dat? Oh, klikspanen! Jij speelt met vuur, dame. Haha, wat wil jij dan gaan doen? Dat gaf eigenlijk best wel veel voldoening. Kom, Lana. We helpen je wel. Hé, hey, dit is eigenlijk best wel... Fijn? Ja, F-E-I-N. Fijn. Na een sneeuwballengevecht is Lisa maar al te blij om sneeuwvrij te zijn. En ze is ook nog eens heel goed de sneeuwballen gooien. Zou jij een sneeuwballengevecht aandurven met Lisa? Nou, ik niet hoor. Ook in Bikinibroek houden ze wel van een potje sneeuwballen gooien. Maar SpongeBob en Patrick vinden een sneeuwballengevecht nog veel leuker als ook Octo meedoet. Na lang zeuren gaat Octo dan eindelijk overstag. Maar wat gebeurt er dan? Octo bouwt zijn voordeur in met sneeuw, zodat hij gewoon rustig thee kan drinken. Hij gooit super fanatiek met sneeuwballen, maar gooit daarmee zijn klarinet mee. Of... Na het gooien van een sneeuwbal raakt hij geblesseerd en moet hij naar de eerste hulp. Oh, ja. Dit is wel heel spannend. Ik ben benieuwd wat het is. Laten we snel kijken. Ik heb hem! Ik heb hem! Die was raak, SpongeBob! Dat was eigenlijk best leuk. Het is alsof ik nu pas echt leef. Hij had je te pakken, SpongeBob. Hey, SpongeBob. Ja, Patrick. Ik denk dat Octo het nogal serieus neemt. In de laatste sneeuwbal zat zijn klarinet. Het wordt tijd voor plan B. Hij gooit dus een sneeuwbal met klarinet en al. Ja, die komt denk ik net wat harder aan dan een gewone sneeuwbal.
verloesje dat je. De uitdrukking zo wit als sneeuw is een bekende. Maar wist je dat sneeuw ook zwart, rood en geel kan zijn? Dat komt door stofjes die in de lucht rondzweven. Zo heb je ook een zogenaamde watermeloensneeuw. Dat is een roodachtige sneeuw die ruikt naar verse watermeloen. De sneeuw smaakt ook best lekker, maar het is oppassen geblazen, want je krijgt er vreselijke diarree van. En de gele sneeuw, die moet je zeker niet eten, want daar heeft meestal een hond met zijn plasje gedaan. Eeuw. Wist je dat de koudste temperatuur die ooit op aarde is gemeten op Antarctica was? Dit was in 1983 en het was toen 89,2 graden Celsius onder nul. Dat is dus min 89,2 graden. En dat is 5 keer kouder dan je eigen vriezer. Oh, wow, ik ga er gewoon spontaan van de klappertanden. Heb jij wel eens kippenvel als je het koud hebt? Nou, wist je dat kippenvel ontstaat door kleine spiertjes in je huid? Die trekken samen als je het koud hebt en daardoor gaan de haren omhoog staan en ze trekken de huid ook een beetje mee omhoog. En dan heb je dus kippenvel. Grappig, hè? Dit waren de weetjes. Terug naar de quiz. Vraag 3. Kat uit Victorious die koopt het ene na het andere apparaat uit het magazine Sky Store. Een tijdschrift waar je allemaal coole gadgets kan kopen. Zo ook een hele vette winterse gadget. Natuurlijk nu aan jullie de vraag. Wat voor gadget heeft Kat gekocht? Is het een neuswarmer? Een warme wandvriend? Of heeft ze de sneeuwspuit? Huh. Neuswarmer, warme wandvriend of sneeuwspuit? Ik ben benieuwd. Laten we eens gaan kijken. Willen jullie niet weten wat dat is? Is het een transporter uit de toekomst waarmee je naar een andere tafel kan beamen? Want als dat zo is, welke knop moet ik indrukken? Dat is zo hatelijk. Het is niet nodig om altijd zo naar te doen. Zie je, Tori is geïnteresseerd in mijn toestel. Eigenlijk niet. Ah, kom op, kleine rooie. Vertel ons over je dingetje. Oké, hij heet de sneeuwspuit. Kijk. Oh. Ah! Wat is dit? Dat zie ik. Het juiste antwoord is een sneeuwspuit. Ah, ja, dat zou ik ook wel willen. Dan zou ik gewoon een hele grote berg met sneeuw spuiten en er gewoon keihard vanaf sleeën. En jij? Wat zou jij doen met een sneeuwspuit? Vraag 4. Het winterse weer kan je ook wel eens overvallen. Zo ook voor Cat the Man uit Henry Danger. Hij moet naar Alaska om een chica-kwartel te halen. Een medicijn tegen pokken voor Piper. Door middel van een tijdmachine van Schwartz komt hij midden in een hevige sneeuwstorm terecht. Ja, daar had Captain Man niet op gerekend. En Kid Danger die vindt dat niet zo slim. Wat zegt Kid Danger tegen Captain Man? Zegt hij, je zit ook niet op Hawaii. Of zegt hij, ja, ik zei toch al dat je een jas aan moest doen. Of zegt hij, kijk wel uit voor beren. Waar waarschuwde Kid Danger Captain Man voor? Ik vind hem lastig, maar laten we snel gaan kijken naar het juiste antwoord. Oké, jij kunt. En nu, naar Alaska. En het jaar 1709. Captain Man aan de Man Cave. Captain Man aan de Man Cave. Ja, we horen je, Ray. Man. Alaska is koud. Ik zei toch dat je een jas aan moest doen? Oeh, sorry, mam. Je mocht willen dat ik je mam was. Waar slaat dat op? Weet ik niet. Hij moest natuurlijk een jas aantrekken van Kid Danger. Ja, en wat dacht je van een sjaal en een muts en wanten en een dikke ondergoed en wollen sokken en... Ja, je moet natuurlijk wel een beetje warm blijven in een sneeuwstorm. Vraag 5. Ronnie Ann en Bobby uit de Casa Grandes willen hun vader Arturo bevrijden uit de supermarkt.
Arturo is namelijk net bergen aan masa aan het inslaan voor een etentje met de buren, als de winkel plotseling sluit. Nou, ondanks hun reddingsactie raken Ronnie Anne en Bobby zelf ook opgesloten in de supermarkt door een enorme sneeuwschuiver. Kijk maar even mee hoe dat ging. Ik ben blij dat je oké bent. Nu kunnen we eindelijk samen Las Posadas gaan vieren. Meekomen! Híjole, wat doen we met alle masa? Die hebben we niet meer nodig. Ik leg het je onderweg wel uit. Ik ben zo blij als ik uit deze vervloekte winkel ben. Horen jullie ook iets? Wes, vervloekt! Mijn telefoon is leeg. Pap, vlug, bel om hulp. De mijne is ook leeg en vol met masa. De mijne is vol, maar die ligt buiten. Ja, ze hebben alle drie geen telefoon en kunnen dus niemand bereiken. Hoe worden deze drie uiteindelijk bevrijd uit de supermarkt? Is dat omdat de hele buurt hun komt uitgraven? Ze zetten de verwarming in de supermarkt heel hoog? Of ze vinden een sneeuwschep in de supermarkt en graven zich vrij? Ja, weet jij het? We gaan eens kijken. Dit zou allemaal niet gebeurd zijn als de buren niet waren verschenen. Ah, is dat een aardbeving? Is Becky terug? Ronnie Anne, je bent oké. Okay. Zit, mevrouw Kernicki, meneer Nakamura. Wat doen jullie allemaal hier? Rosa zei dat je in de problemen zat, dus we zijn zo snel mogelijk gekomen. Jullie hebben al die sneeuw weggegraven om ons te redden? Maar de lief deed het meeste werk. Ah, hoe lief. De hele buurt kwam hun uitgraven. Ja, van je buren moet je het hebben, hè? Vraag 6. Oké, dit is alweer de allerlaatste coole vraag. Laten we eens even gaan kijken. Spencer uit iCarly probeert zijn appartement in winterse sferen te krijgen. En hij heeft zelfs een echte sneeuwpop in zijn appartement gebouwd. Of nou ja, eigenlijk een sneeuwpopvrouw. Kijk maar even mee. Volgens mij moeten we vanavond iets anders doen dan random dancing. Ja. Ik dacht iets met jeukpoeder, wat we dan bij Freddy in... Oh, klaar. Ik zei... Ze is klaar! Kom op, vraag haar wat het is! Zien we toch, een sneeuwpop? Het is een sneeuwpop vrouw, ja. Ze heeft namelijk sneeuw behorsten. Daardoor zie je dat het een vrouw... Ballen! Ah, dat kan ik wel fixen. Wacht. De sneeuwpopvrouw heeft zelfs een lichtgevende neus. Spencer is super trots en wil heel graag zijn zelfgemaakte sneeuwpopvrouw laten zien. Maar wat gebeurt er dan? Ze valt helemaal uit elkaar. Ze zingt een kerstliedje of haar hoofd vliegt in de brand. Ai, ai, ai. Weet jij het? Oeh, laten we snel gaan kijken. Ik ben benieuwd. Helemaal gefixt. Moet je zien. Haar neus geeft licht. Wat? Ik ga de brandweer wel bellen. Ik zet de rookmelder uit. Haar hoofd vliegt in de brand. Ai, ai, ai. Ja, zo wordt je huis wel heel snel warm, maar erg veilig is het niet. Gelukkig wist Spencer de brand heel snel te blussen. Dit was alweer de coole quiz. Hoe goed heb jij het gedaan en heb je het verborgen woord gevonden? Nou, het verborgen woord van deze quiz is... Wante, had jij het goed? En wat zijn jouw coolste momenten eigenlijk? Laat het mij weten door Nickelodeon te taggen op Instagram. En vergeet natuurlijk niet het belletje aan te zetten en een duimpje omhoog te doen en te abonneren. En dan zeg ik voor nu... Veel ballen gevecht! Oeh.